Wat is het zeldzaamste dier van de dierentuin? Voor die vraag zijn we vandaag in de desert. Nou, het meest zeldzame dier in Burgers' Zoo, dat is de Socorro-duif. En die is zo zeldzaam omdat hij uitgestorven is in het wild. Hij leeft op Socorro-eiland langs Mexico in de Grote Oceaan. Daar is hij helaas uitgestorven omdat daar de mensen een marinebasis gingen bouwen. Toen is daar de mensen op het eiland gekomen en die hebben daar ook de huisdieren meegenomen. En de Socorro-duif hier achter ons, die heeft geen grondroofdier op het eiland. En wat de mensen op het eiland meebrachten was de kat en ook de geit. En de kat was als voor de Socorro als roofdier. Dus de Socorro die had geen natuurlijke vijanden. Dus die was niet gewend aan natuurlijke roofdieren. Dus die scharrelde mooi op de grond voor het voedsel. En de kat die jaagt natuurlijk op duiven of wat ze ook kunnen vinden. En zo is eigenlijk het dier uitgestorven. De geit heeft ook ermee te maken omdat hij alles kaal at. Dus ze konden ook niet meer broeden. Dus zo konden er ook geen nakomelingen meer voor zorgen. Gelukkig zijn er in de dierentuinen wel nog Socorro-duiven. Hier fokken wij succesvol met deze dieren. We hebben hier een koppel zitten. En hier in de canyon wonen ze. En wij werken samen met verschillende dierentuinen om te zorgen dat de Socorro-duif in de toekomst weer uitgezet kan worden in of op Socorro-eiland. Dus daarom is de Socorro-duif het zeldzaamste dier van Burgers' Zoo, omdat hij uitgestorven is in het wild. Bedankt voor je duidelijke antwoord, Teun. Heb jij nou thuis ook een leuke vraag? Laat hem dan hier onder deze video achter. En wie weet komt jouw vraag in de volgende reeks uitzendingen.